Vrijdagavond speelde NEC de uitwedstrijd bij Jong AZ en het won met maar liefst 2-7. Mede dankzij 3 goals van Anas Atjabar, die we na de wedstrijd spraken samen met trainer Adrie Bogers. Van harte gefeliciteerd. Fantastische overwinning vanavond. Ja, ja, zoals je hem eigenlijk verwacht en of graag wil zien, laat ik het zo zeggen. Met volgens mij goed voetbal en een aantal fantastische goals. Dus tevreden man. We spraken elkaar begin van het seizoen. Toen was je al in vorm eigenlijk. Daarna een paar kleine blessures gehad. Vertelde de trainer ook net. Kun je uitleggen wat er precies aan de hand was? Ja, kleine blessures. Ik had 5 hechtingen meteen. Ik had een blessure. Ik had mijn vinger gebroken. En ik had een elleboog bij mijn schouder gehad. Nog ervoor. Dus dat, daar moest ik even van terugkomen. Dat was even een domper voor mij. Dus toen viel ik eventjes weg. En toen ik terugkwam, deed Sven het nog behoorlijk aardig. Dus ja, dan heb je te maken met concurrentie. Dan moet je even wachten. Na het verlies tegen Telstar win je met 6-0 van Dordrecht. Puntenverlies tegen Helmond Sport. En er staat weer een 2-7 overwinning tegenover. Hoe verklaar je die wisselvallige resultaten? Ja, ik moet zeggen, tegen Helmond hebben we minder gevoetbald. Maar hebben we ook wel behoorlijk wat kansen nog eigenlijk gekregen. En de tweede helft niet afgemaakt. Dus ja, dan probeer je ze eigenlijk weer zo goed mogelijk naar Zwolle voor te bereiden voor deze wedstrijd. En qua ambiance is het natuurlijk geen wedstrijd waar ze warm van worden. Maar hebben gewoon heel professioneel hebben die jongens dat aangepakt. Dus ja, dat is de verdienste van hunzelf. Scherp ben je, dat verklaart in ieder geval wel 3 goals. En hoe lekker is het dan om zo'n Fedi Kadioglu achter je te hebben? Ja, heerlijk. Ja, zo'n jongen kan wel voetballen. En ik zeg, hij voetbalt een beetje op dezelfde manier als hoe ik voetbal. Eigenlijk niet alleen Fedi Kadioglu, maar ook Jordan Larsson aan de rechterkant. Langeau, die we altijd weg kunnen sturen. Dus het is wel heerlijk om met die jongens te voetballen. NEC is niet echt in vorm de laatste 2 wedstrijden althans. Weinig publiek. Het veld, het is een kunstgrasveld. Er is mist. Hoe heb je spelers daarop voorbereid? Ja, we hadden gisteren natuurlijk al een aantal, zoals we normaal hebben, de bespreking van de wedstrijd. En hadden we ook eigenlijk een beetje een sfeerimpressie gemaakt van wat ons te wachten zou staan. Ik zeg, dus dat hebben we gisteren laten zien. Ik zeg, dus dat is nu klaar dan. Dus daar hoeven we morgen niet meer over te zeiken. En dat hebben ze wel opgepikt, moet ik zeggen. Dat hebben ze zelf wel in die bovenkamer voor elkaar gekregen. Dat ze dachten van, er is maar één ding en ze die wedstrijd winnen. Dat, op het moment dat je tegen PEC Zwolle speelt in de beker. In zo'n sfeer speelt en dan op een gegeven moment in zo'n wedstrijd moet komen met eigenlijk al respect heel weinig publiek. Ja, dan moet je dat toch in je kop kunnen opbrengen om uiteindelijk toch kampioen te kunnen worden, denk ik. En dat is het belangrijkste voor ons. Hoe kijk je zelf terug op het eerste half jaar? Ja, positief. Een lastige start gehad waarin we wisselend speelden, maar ook wat minder punten haalden. En toen hebben we uiteindelijk een hele goede reeks gemaakt van 9 of 10 wedstrijden die je gewonnen hebt. En aan het einde is het ook een aantal keren, Telstra uit wat je zei. En Helmond was jammer genoeg, dat was minder, maar die kun je ook wel winnen. Maar overal denk ik dat we gewoon een prima eerste helft van de competitie hebben gedraaid. Even rust nemen en dan knallen in 2018. Ja, zeker. Absoluut. Hey, dankjewel hè. Ja. Dankjewel. Absoluut.